We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. De verkiezingen staan gepland voor medio maart. En van ons mag ondertussen worden verwacht dat we doen wat nodig is in het landsbelang. Dat doen we uiteraard in nauw overleg met en verantwoording afleggend aan het parlement. Tegen Nederland wil ik zeggen, onze strijd tegen het coronavirus gaat door. En tegen de getroffen ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag wil ik dit zeggen. We zullen blijven werken aan snelle compensatie en aan de verbeteringen die nodig zijn voor de toekomst. Met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan al die ouders aan wie ongekend onrecht is aangedaan.